Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En vandaag hebben we weer 3 nieuwe titels bij ons. Waarvan 2 series, 1 film. Onder andere The Equalizer 3. Met Denzel in hoofdrol. Vervolgd door Top Boy seizoen 3. Klopt. Allemaal drietjes. De lang verwachte serie op Netflix. En Changeling, een Apple TV series. Met in de hoofdrol Lakeith Stanfield. Voordat we gaan beginnen, jongens. Hoe snel? Hoe snel? Ja, goed. Ja, een beetje druk deze week. Maar ja, werk, privé dingetjes. Maar ja, verder wel goed, man. Ja? Ja. Ook goed? Ja, bij mij gaat ook goed. Ik heb deze week nieuwe baan. Dus even wennen allemaal. Ja. We hebben altijd mensen die een nieuwe baan hebben hier. Ja. RM die had een nieuwe baan. Klopt. Dingen, ja. Ik denk dat we binnenkort een segmentje kunnen opstarten met nieuwe baan, weet je wel. Zijn wij saai of zo? Ja, misschien. Maar heel lang hetzelfde. We nodigen iemand uit die altijd een nieuwe baan heeft. Zeg maar, ja. Heel tijd. Nee, RM is wel kort na zijn nieuwe baan gestopt, weet je wel. Dus, ja, dus haak op. Nee. Dat gaan we niet doen, jongens. Okay. Ik zit goed op mijn plaats. Ja. Waar ik zit, hoe is het met jou dan? Ja, goed. Ja, een beetje druk. Ja, we zijn sinds de vorige aflevering, of althans 2 afleveringen geleden, zijn een beetje opnieuw begonnen. Hè? Ja. Na de zomervakantie, nieuwe stijl enzovoort. De reacties zijn positief. Dat is mooi. Dus als de mensen tevreden zijn, dan ben ik dat ook. Zeker. Maar de echte vraag is, naast hoe gaat het met jullie? Jongens, hebben jullie nog wat gekeken? Ja, ik heb Fresh Prince of Bel-Air, die ken je. Kent iedereen? Nee. Nee, met Will Smith. Daar is een nieuwere serie van uit. Bel-Air. Die heb ik al gekeken, ja. Maar ja. Dat is beetje op gebaseerd op Fresh Prince. Alleen dan... Moderne rom-com, ja, moderne en toch iets anders. Is er iemand van de oude cast erin, of niet? Ja. Ja? Ja, dat kleine meisje. Hoe heet ze? Ashley? Zij speelt daarin. Voor de rest volgens mij helemaal niemand. Ja, wel gewoon de characters dan, hè? Oké, de characters die zitten er allemaal in. Maar ik moet wel zeggen, het is een beetje drama. Ja, het is meer drama. Meer drama. Oh, geen comedy? Nee. Het is geen comedy meer. Okay. Nee. Er zitten wel een paar van die grapjes Will, in. Will verhuist weer naar Bel-Air. En op school wordt die, hoe noem je dat? Is niet gelijk welkom, toch? Omdat het een beetje buitenbeentje is. Blah, blah, dus... Een beetje drama, een beetje vervelend, een beetje ruilschoppen. Ja. Weet je wat ik wel mooi vind aan die serie? Carlton, kijk, bij de Fresh Prince of Bel-Air, dat neefje van Will, dat is gewoon een sulletje. Ja, ja. Maar Carlton, een nieuwe serie, die is gewoon populair op school en is een topschotter en allemaal dat soort dingen. Ja, dus ik vind het niet leuk. Maar er zijn wel 2 seizoenen volgens mij inmiddels. Dus, ja, het zijn 2 seizoenen inderdaad. Maar het is ook een compleet andere serie eigenlijk. Ja. Ja, ik denk dat er wel kijkers voor zijn. Ja, vast wel. Ja, ja. Jij hebt nog wat gekeken? Nee, weinig. Zoals ik al zei, een beetje druk. Nee, deze week niet echt. Nee? Nee. Hmm. En jij? Ik heb wel wat gekeken. Ik afgelopen... dat was vorige week alweer volgens mij. Zag ik op YouTube, had Timon een short movie gedeeld. Timon kun je misschien kennen als regisseur van onder andere videoclips als die van Fresco. Een rapper. Maar die had een short movie gemaakt, die heet Cancelled. En het was best wel interessant. Ik vond hem... In het begin een beetje vaag, want je ziet de hele tijd een soort van splitscreen van een toestel waar heel tijd haatberichten op binnenkomen. Mm. Maar ik denk dat het vooral gaat om de boodschap van de film. Want uiteindelijk, hij is dan gecanceld voor bepaalde uitspraken. Hij krijgt alleen maar haatberichten. Gaat helemaal in zijn hoofd zitten en dan wordt hij vermoord of zo. En dan krijgt hij in één keer, ziet die telefoon weer in een splitscreen. Weet je wel? Ja. Die zie je constant. Maar dit keer... Trilt hij met allemaal tweetjes. Of ja, wat noem je het eigenlijk? Tweetjes? X'jes. Tegenwoordig X'jes. X'jes van mensen van RIP. De grootste van onze generatie, bla bla. Het is eigenlijk meer een soort van boodschap van... We waarderen onze artiesten niet wanneer ze hier zijn... maar wanneer ze
komen overlijden, is het van wauw, wauw, wauw. Ik had dat ook echt met Mac Miller, weet je wel. Mac Miller was destijds ook echt gewoon... En niet dat Mac Miller gecanceld is, maar dat heb ik wel een soort van ervaren. Ik luister bijvoorbeeld al heel veel, samen met zo'n klasgenoot. Luisteren we echt voor veel Mac Miller. Ja. En dan opeens... ja, veranderde zijn stijl ook. Begon minder te luisteren. Maar ik vond het nog steeds gewoon nice. Mm. En opeens was hij overleden aan overdoses. En in één keer, ik heb nog nooit zoveel mensen... Ik wist niet dat er zoveel mensen fan waren van Mac Miller. Dus in één keer komt iedereen naar buiten van... Oh, R.I.P. Mac Miller, man. Hij was echt een legend. Ja, maar dat is altijd zo. Als iemand overlijdt... Ja, zeker. In één keer is ook net als Van Gogh en zo, toch? Ja. Zijn schilderijen werden later meer waard. Mm. En ik heb dingen gekeken, man. Wat heb ik nog meer gekeken? Oldboy. Oldboy? Oldboy, ja. Dat is een oude film uit Hongkong. En die is geremasterd door Neon. Nu heb ik Neon wel eens af en toe voorbij zien komen. Parasite enzovoort. Maar echt, ik ben... nu gaan er gewoon een hele reeks aan film van Neon aankomen. Waardoor ik denk van... Mag je een tweede liefde hebben? Mag dat? Maar wacht, Neon, is dat de regisseur of is het een productie? Dat is een productie, juist. Net als A24. Okay. A24, ik hou van A24 films. Ja, maar ik begin er langzaam een nieuwe liefde bij te krijgen. En dat is gewoon echt Neon. Ja, maar ik heb een lijstje van nieuwe Neon films die aankomen. Want ik zag inderdaad Origin. Dat is een trailer van Abba DuVernay. Ik zag die voorbij komen. Ik dacht van, dit is gaaf. Mm. Maar ook Ferrari van Michael Mann. How to Blow Up a Pipeline. En dan recent kwam ook nog The Royal Hotel uit. En Anatomy of a Fall is ook van Neon. En deze had een Palme d'Or gewonnen tijdens de Cannes Film Festival. Dus dat is ook een film met heel veel potentie. Dus ik kijk echt... heel graag naar uit naar nieuwe films van Neon. Neon Rate deed ze op Instagram. Kun je wel even kijken. Ja. Ze brengen echt kwaliteitsfilms uit, man. Oh, Oké. Okay. Ik heb er nooit eerder van gehoord. Ja, je ziet wel heel tijd in het begin bijvoorbeeld Ferrari trailer. Zag je zo'n Neon staan, weet je wel. Mm-hmm. Dus dat zie je heel tijd. Maar dus hadden Oldboy ook gewoon geremasterd. Dus dat vond ik wel nice. Ja, maar is het zoals A24 dat bijvoorbeeld dat ze iets hebben dat heel sterk is? Bijvoorbeeld qua verhalen of iets? Waar richten ze zich op dan? Ja, ik denk, het is bijna hetzelfde als A24, man. Ja. Ja, want bijvoorbeeld, het is ook een indie productiehuis. Ah, oké. Waardoor ze bijvoorbeeld tijdens de Venice Film Festival mochten de acteurs van die films mochten aanwezig zijn van de SAG AFTRA of SAG AFTRA. Ja. Omdat zij niet de boosdoeners zijn in Hollywood. Ah, weet je wel, zij betalen gewoon eerlijk uit. Ja. En dan heb je gewoon die andere partijen die uitmelken. Hmm. Dus vandaar. Ja. Misschien dat we in de toekomst ook Neon films gaan reviewen. Ja. Misschien een kijktip voor het weekend. Ja. Dat zou kunnen. Hou de Instagram in de gaten. De videocorner misschien. En TikTok. Misschien maken we wel een Neon kijklijstje. Zeker. Kan. Leuk voor in het weekend. Ja. Jongens, laten we gewoon beginnen. De Equalizer 3. Yes, Equalizer 3. Yes. Wij zijn naar Equalizer 3 geweest. Ja. Zeker. En hebben jullie 1 en 2 gezien? Ik heb wel. Ik heb 1 gekeken, best wel lang geleden. Ja. Was echt verrassend. Het was wel een film van... Ik heb hem gezien, weet je wel. En that's it. Ik heb hem niet nog een keer gekeken of zo. Dus het was best wel lang geleden dat ik 1 had gekeken. En 2 heb ik nooit gekeken, man. Ik had dacht... 2 zal wel weer hetzelfde zijn als 1. Had ik ook bij 3. Klopt. Mag ik gewoon gelijk doen? Over de film? Ik heb deel 1 wel gezien. 2 heb ik inderdaad ook niet gezien. Mm. Voordat we naar de film gingen, heb ik dus een stukje van 1 teruggekeken. Maar het is in principe... Ja, het is gewoon weer standaard. Het is wel een soort van andere stijl, hè? Ja, dat wel. Dat viel me op. Het is een andere stijl, andere locatie. Ze zijn nou internationaal gaan. Nou, ik vond het speel gewoon... In Italië. De look and feel of zoiets vond ik iets anders, man. Dan de eerste. De eerste was heel erg duister of zoiets. Wanneer de nacht viel, weet je wel, dan komt het kwaad naar buiten. Ja. En dan is daar Denzel of Robert McCall die de nacht redt of zoiets. Nou, hij zet alles even, kort gezegd, op gelijke rechten. Ja, nee, maar ik bedoel, ik vond hem hier wat kwetsbaarder of zoiets. Maar dat is ook een injury. Ja, omdat hij ook een injury heeft gehad en zo. Ja. Bij die andere was hij echt gewoon een killer. Ja, 2 kan ik niet overoordelen. 2 heb ik niet gekeken.
Maar ik moet wel zeggen, 3, ik was positief verrast, man. Ik vond hem echt, ik vond hem wel nice. Ik vond hem wel goed. Een dag later kreeg ik reacties, weet je wel. Oh, zijn we al Equalizer 3 gegaan? Mm. Ik zeg, ik wil net antwoord geven. En dan was het, moet je niet doen. Nee, echt slecht. Echt slecht. Nee, het is voor één keer goed. Voor één keer vond ik hem wel leuk. Ja, ik vond hem wel leuk. Inderdaad. Zullen we aan de luisteraars en kijkers vertellen waar het over gaat, een beetje? Dat is misschien handig. Wie gaat dat doen? Oké. Hij eist het op. Ik eis het op. De film gaat heel kort over Robert McCall. Die is, die is in Italië. Die heeft een hint gevonden en die is daar achteraan gaan. Een hand gevonden? Een hint. En die is daar achteraan gaan. Die eindigt dus in Italië, Napels. Dicht in de buurt van Napels. Ja, dicht in de buurt. Maar niet Napels zelf, hè? Dat is een dorpje in de buurt. En die gaat daar naartoe. Die lost problemen op. Aan het einde raakt hij gewond. Door, niet aan het einde, toch? Nee, aan het einde van die... van de opening. Ja, wanneer die wegloopt, raakt hij gewond door een onverwachte hoek. Mm. En hij wordt gevonden, ergens langs de straat, bewusteloos. En die nemen ze mee naar een dorpje. Naar Italië, wil ik zeggen. Maar die nemen ze dus mee naar een dorpje. Die wordt daar, die gaat daar herstellen. En dan tijdens het herstelproces leert hij die mensen daar kennen. En creëert hij een soort van een band met hun. Hij wordt echt hartelijk zeg maar, opgenomen door de hele community. Inderdaad. Weet je wel. En, en dan merkt hij ook, het is Italië, de maffia. Weet je, de maffia is daar bezig. En dan gaat hij die mensen dus helpen. En ja, zo begint het verhaal eigenlijk. Nou, jullie hoeven in ieder geval de film niet meer te kijken. je vertelt best wel lang. Maar kort samengevat, Robert McCall die is in dingen van missie. Belandt hij in een dorpje. In het dorpje neemt Comora de overhand. En de mensen waar hij waar aan hecht, wil hij een soort van redden van de maffia. Met alle gevolgen van dien. Dat was een goede korte samenvatting, vond ik zelf. Nee, maar jongens, ik had wel tijdens het kijken van de film, ik dacht echt van, hij is hier 3 dagen of zoiets, weet je wel, waarvan er 5 dagen in coma was of zo. Ja. Hoe kan je zoveel waarde hechten aan een dorp, dat je gewoon je leven op het spel zet, gewoon voor 3 dagen. Kijk, ik hier in een dorp, weet je wel, ik ben hier geboren getogen, of ja, ik ben een dorp verderop geboren getogen, maar ik woon hier al 20+ jaar. Weet je wel, als hier zo'n iets zou gebeuren... Ja, leuk. ga ik een dorpje verder wonen. Dat hij het, het is echt gewoon die persoonlijke band wat hij met die mensen creëert, denk ik. Ik denk dat hij het daarom doet. Ja, wat ik wel leuk vond, die... Ja, maar oké, maar je gaat toch ook niet als je hier naar de Jumbo gaat. Die zie je ook wekelijks. Dat je dan hard maakt voor de mensen jongens, van Jumbo. Die locatie waar ze geschoten hebben, dat vond ik echt prachtig. Ja, man. ik vond het echt dat dorpje. Dat dorpgebied, echt water. Italiaanse dorpen zijn sowieso mooi. Maar ik vraag me af, wat is er aan Italië nu, man? Zijn we uitgekeken op Hollywood? Ja, we hadden heel veel films in Rome. Mission Impossible. Mission Impossible, Fast X. Fast X. Nu niet meer in Rome, maar in Italië. Ja, precies. Ja. Ja, jongens, ik heb misschien een voorstel. No. Ja, misschien een nieuwe film. Of wie zal het gevecht winnen? Roberto? Of John Wick? Oh, shit. Als die gaan vechten. Ik denk toch wel John Wick. Ja. Ja. Roberto is de mensen meestal te slim af. Maar dan kijk je naar die vijanden, die zijn ook wel fucking dom. Ja. John Wick is wel echt scherp. Dus John Wick kan die niet in stilte pakken. Mm. Maar John Wick is dan gelijk alweer alert. En dan met zijn kogelwerende pak rent hij zo op Robert af. Hij zegt, Robert! En dan schiet hij hem dood. Nou, dat was het is ook maar meer van wie gun je het, weet je wel. Ja, Denzel, dat is ook zo. Denzel is al op een leeftijd, heeft het een en ander gezien. Kijk, Keanu Reeves is nog 50, weet je wel. Dat speelt ook een belangrijke rol. Wist je dat Denzel eerst dokter wou worden? Ja, zo heb je heel veel bijzonder van hem. Ja, maar hij zat eerst ook nog eens in het theater. Zo is hij zijn filmcarrière begonnen. Die is in het theater begonnen. Ja. En hij wou dokter worden. Hij was studeren voor dokter. Je had echt meest rare dingen. Je had Ajax, had een verdediger. Magajan, die was iets van rechten of zoiets afgestudeerd. Aan master. Je had ook Bonucci of Cellini of zoiets. Die gast was ook gewoon arts of zo. Ja, die is als professor afgestudeerd. Ja, Rowan Atkinson was engineer. Master of zoiets. Ja, maar die bokser Klitschko, die is ook professor.
Ja, maar weet je wat het is? Dat is verstandig. Als je carrière Bij atleten heb ik altijd zo van... Ja, maar wat doe je anders? Weet je wel? Ja. Jij komt thuis, jij gaat naar je sport en je gaat avond eten... en dan ga je naar bed en dan moet je morgen weer 9 uur op werk zijn. Ja. Maar zo'n atleet die traint van 11 tot 3 of zoiets. Ja, niet vol, maar dan gaat hij naar de club, gaat hij omkleden... gaat hij 2 uurtjes trainen. Dan hoeft hij s'avonds niet te spotten. Nee. Bij de club heeft hij ook al gegeten. Waarschijnlijk heeft hij een schoonmaakster thuis... want die huis is belachelijk groot. Ja. Wat doe je dan de rest van de avond? Weet je wel, je kan ook niet de hele dag gamen... want op een gegeven moment ben je daarop uitgekeken. En je hersen die sterft op een gegeven moment af. Ja, dus je wilt de hersen trainen, dat is wel geen... dan kan je gewoon een taal leren of iets studeren. Ja. Hoe noem je dat? De NCOE? LOE. Wat was NCOE? Ja, dat is ook... Ja. Die had altijd een leuke reclame. Met porseleinen visbak. Oh. Nee, maar dus dat. Maar komt er nog een Equalizer 4 dan? Nee. Wat denken jullie? Nee, ik denk dat het een beetje gedaan is, man. Ja? Nee. Het staat ook op internet. Dit is de derde en de laatste. Ik had het idee dat ze misschien zouden hinten. Ik ga niet zeggen wat, maar dat er... Dat een vrouw of zo zou overnemen. Ja. Of iets. Er was een hint, toch? Ik weet niet wie die vrouw is, by the way. Ik was er dan verloren, want 1 is echt te lang geleden. En 2 heb ik nooit gekeken. Je hebt in 1... heb je een stukje dat hij op een gegeven moment naar... ik weet niet precies of dat een vriendin van hem is... of zijn ex-vrouw is. Maar het is daar de dochter van. Mm. Oh, oké. Okay. Ja, nou, zo boeiend was het dus niet. Ja. Nee. Maar ik had wel, want het is wel een beetje gedaan. Een dochter van een vriendin. Ja, nee, maar weet je wat ook een beetje gedaan is? Kijk, nu hebben ze... ik heb ook de cijfers erbij gepakt, de box office. Het heeft 70 miljoen gekost. Ja. Volgens mij is dat nog exclusief de marketing. Mm-hmm. Maar het heeft voor nu 74,3 miljoen opgeleverd. Nou, dan zit je 4,3 miljoen in de winst. Ja, ze streven naar de 100 miljoen. Dus misschien gaan ze dat ook wel halen. Het draait nog even een tijdje in de bioscoop. Ja. Maar Equalizer 1 leverde 192 miljoen. En Equalizer 2 leverde 190 miljoen op. Dus je ziet wel een afdaling. Kijk, nu ga je dan als producent denken van... jongens, als we nu nog eentje uitbrengen, gaan we dan winst maken. Ja. Kijk, bij Indiana Jones hebben ze dat gedaan... Wat best wel raar is, want de 2008 versie die scoorde ook bijna geen winst. Ja. Nu hebben ze dat gedaan en hebben ze verlies. Ja, wil je het verlies noemen? Het komt uiteindelijk toch op Disney Plus. Maar hebben ze wel verlies gedraaid in ticket sales, in box office. Ja. Maar waarom zouden ze dat uitbrengen? Is het meer omdat de vraag naar is? Of denken ze van, laten we nog 1 keer nog wat proberen te cashen? Ik denk dat iemand gewoon de stoute schoenen aantrekt die een script schrijft... en dan gewoon indient en zegt van, hey jongens... dit is een idee. Dit is een idee. Mm. Misschien is dit een leuke wending van de film. Ja, dat die producenten nooit aan hadden gedacht om een nieuwe te maken. Ja. Maar denk van, misschien is het wel leuk. Kijk, bij John Wick 4, het was weer zo'n succes dat ze zeggen van, gelijk. Want John Wick 5 komt er nu aan. De producenten hadden gelijk al gezegd van, John Wick 5, dan gaat dingen. Maar soms is het wel zo dat iemand ermee aanklopt en zegt van... hey jongens, misschien is dit een leuk idee. Oh. Dat heb ik ook straks voor jouw film of serie. Ja. Maar wat vonden jullie van de film nou, uiteindelijk? Cijfer, rating? We hebben er 9 minuten lang over gehad. Ja. Ja, conclusie en rating. Blijf verrast, veel actie, nieuwe wending, toch? Vond ik de eerste wel echt nicer, de look and feel. 3,5, leuk voor een keertje. Ja. Nou, zoals ik al zei, ik vond de locatie wel mooi. Waarschijnlijk hebben ze die final scene waarbij iedereen de stad op dorp inrent met allemaal dingen. Waarschijnlijk hebben ze die gewoon gefilmd tijdens de Napels kampioenschap. Juist. Jongens, ren ook even het dorpje hierin. Juist. En dan met CGI al die borden vervangen. Weet je wel. Nee, lekker veel actie. Ik hou er ook wel van. Maar zoals je zegt, ik zou hem niet nog een keer kijken. Ik ben er al een beetje op uitgekeken. Het is nu wel, voor mij is, is het nu gewoon klaar. Weet ik had er wel 2 eigenlijk al, maar het is meer voor de podcast. Oké, zo. Nou, maar... leuk man. Ja. Ik geef het een 3. Meer niet. Ja, ik ben... Ja. Dat is het. En jij Akan, dan? Akan, wat is jouw mening erover dan? Wat jij zegt, locatie is mooi. Ik vind Denzel Washington, ik vind hem sowieso een goede acteur. Ja, maar hij mag nu wel met pensioen. Mooie man. Dat zegt hij niet. Mooi kerel. Mooi kerel. Locatie, wat Oron zegt. Goeie, verrassend. Ik had niet verwacht dat hij... Want ik zei volgens mij ook vorige keer dat hij zou gaan floppen. Als het goed is. Volgens mij zei ik dat hij zou gaan floppen. Omdat deel 3 is, weet je wel, een beetje aan het uitmelken. Bij top of flop bedoel je? Bij top of flop vorige keer. Moet je wel maar, even helder zijn, man. Godverdomme, wij zitten hier te denken, waar heeft hij het over? Dus, ik ben er redelijk positief over. En ik geef het ook wel een 3,5. Het is leuk om een keer te kijken. Jongens, 3,5. Maar als je hem hebt gekeken, dan denk je wel van, oké. Ik ga hem niet tweede keer kijken. Ja, duidelijk.
Nou, 3,5. Ja. 3,5. 3,5 voor de Equalizer. Deel 3. Laten we naar Top Boy. Top Boy. Daar kijken wij naar huis. Top Boy. Yes. Ja, jongens, Top Boy seizoen 3. Ski. Yeah. Say less. Ik ga iets heel heftig zeggen. Brother, in it. Ik ga iets heel heftig zeggen, ook voor de luisteraars en kijkers. Nou, we gaan Engels doen. Nee, man. Nee, ik heb Top Boy nooit gezien. Oh, nee, ik ook niet. Nee. Ja, bro. Ik heb seizoen 1 en 2 heb ik oprecht niet gezien. Maar ik heb nu 1 aflevering van seizoen 3 gezien. Wacht. Je hebt er nooit gekeken, maar je leeft de leef. Wagwan, bro. En ik wil zeggen, ik schaam me. Ja, ik schaam me echt. Oprecht. Ik schaam me, want dit is echt een hele... Hij is echt goed. Ik heb de eerste paar afleveringen gekeken van seizoen 3. Gewoon voor de review. Maar voor de review. Ik zou kappen en teruggaan. Kijk ook Summer House. Want, begin bij Summer House. Want Summer House is een soort van eerste, tweede seizoen, toch? Kijk, ik knalde even gelijk een technisch feitje in voordat we beginnen. Jawel, gelijk. Doe maar. Want... Summer House, Top Boy Summer House, dat was gewoon destijds was het gewoon Top Boy. Ja. Had 2 seizoenen van 4 afleveringen. Was een British Broadcast Channel exclusive. Ja, TV. Maar BBC heeft altijd goede series. Ja, ja, ja. Dus ik was destijds aan het zoeken naar leuke series. Mm-hmm. Omdat ik 1 serie had gekeken, ik weet even niet meer wat. En toen kwam ik dat tegen. Dan heb ik het echt gewoon over 5 jaar voor de nieuwe Top Boy. Ja, ja, ja. Ik had dat toen gekeken. Vond ik echt vet. Ik vond het ook jammer dat het was gestopt. En dan later... Wat uiteindelijk Sully... of niet Sully, DeShane... heeft het later ook gewoon verteld ergens op dingen. Ja. Heeft Drake de serie gekeken. Drake, de rap. Ja, ja. Dus heeft hij in 1 keer een foto gepost van DeShane... uit de Summer House, wat nu Summer House heet. Mm-hmm. Dus de voorganger. Ja. Heeft hij foto's gedeeld en had iets van tekst of zo erbij. Dus DeShane die heeft allemaal appjes gekregen. Met van, hey, Drake post een foto van jou. What the fuck, hij kijkt, maar het is DeShane. Dus Drake die vond het jammer dat de serie was afgelopen en hij wilde een vervolg. Nou, hij zegt van, ja, wij waren al bezig met een soort van vervolg. Alleen Drake die heeft het even in de 6e versnelling gezet. Ja. Mm. Dus Drake is later... een soort van exclusive executive of exclusive, ik weet even niet meer hoe dat heet. Mm. Een producer geworden van Top Boy. En die heeft er gewoon voor gezorgd dat Top Boy weer terugkeert. Deeltje met Netflix gesloten. Yeah. Dus nu heb je Top Boy Summer House. Yeah. Dat is dan 10 jaar geleden. Yeah. En daarna begint hij bij Top Boy. En dat is dan wanneer hij weer terug is in Summer House. Mm-hmm. Terwijl hij 10 jaar heeft ondergedoken ergens in Jamaica of zoiets. Okay, ja. En dit is dan eigenlijk het vervolg daarvan. Ja. Heeft hij ook Drake zeg maar een soort van aandeel erin? Drake heeft dus eigenlijk... Dat hij een winst op kan maken? Winst bij Netflix, houd toch op, joh. Nee, toch, joh. Geld iets. Doe normaal. Winst van Netflix? Weet je wat het is? Kijk, die heel seizoen heeft maar 6 afleveringen. Dat is toch schandalig? Ja. Dat is ook een van de redenen. Ik vond echt, we waren begonnen en uiteindelijk was we geëindigd. Voordat je het wist, voor seizoen 3. Hmm. 6 afleveringen. Dat is ook gewoon de main reden dat die gasten gaan staken. Hoe kan je zo'n vastigheid krijgen? Ja. Als je een middenmoot acteur bent en je moet om de 2 maanden moet je een nieuwe job vinden. Ja. Bijvoorbeeld Jack. Waar gaat Jack hierna in spelen? Ja. Ze heeft 1 maand of 2 maanden heeft ze werk gehad. Ja. En dan moet ze weer 1000 rollen casten voor een nieuwe serie of een film. Want het is toch wel het feit van dat de meeste qua casting is best wel onbekend. Van Top Boy wel. Het zijn geen bekenden dus. Ja, soms komt ze van Barry Keoghan. Verschijnt dit seizoen. Maar dat is gewoon na het succes. Ja. Ook Santan Dave, Engelse rapper, die verschijnt. Ja, ja. Die is, maar dit is allemaal zoals ik zeg, dat is allemaal na het succes van het eerste seizoen van het nieuwe Top Boy. Nee, maar dat bedoel ik. Dus er zijn best wel veel onbekenden. Ja, die hebben zeker alleen maar een paar afleveringen en that's it, weet je. Hoe heet die? Jamie. Die Jamie. Ja, omdat jij de vorige niet hebt gekeken, ken je waarschijnlijk. Maar Jamie is... hierna heeft hij nog heel veel rollen gekregen. Uitgenodigd voor verschillende Met Gala's en stuff. Okay. Weet je wel? Dus DeShane ook hetzelfde. Sully ook hetzelfde. Dus die hebben wel een soort van carrière gekregen. Maar er zitten natuurlijk ook jongens tussen die gewoon waarschijnlijk uit Summer House krijgen. En die wordt gewoon gevraagd, jongens, speel een rolletje. Weet je wel, spelen ze. En dan denken ze van, oh ja, acteur, leuk, dit en dat. En na 2 maanden word je weer op straat gezet omdat je geen dingen hebt. Ja. Maar wie gaat vertellen?
Ja, ik wil wel een beetje vertellen, maar correct me if I'm wrong. Want ik heb niet alles gekeken, weet je wel. Is goed. Dus jullie mogen even erin fietsen. Meer dan deel oren, want ik heb het nee, maar gekeken. Wat ik heb gezien yes, bro, is... Yes, in it. Dat ja, het begin dat Sully volgens mij Duchesne een beetje wilt overnemen qua... Every top boy has his day. Ja, dat hij Duchesne een soort van uit wil kopen, heb ik het idee. Ja. En Duchesne is volgens mij nu meer gefocust... Is dat zijn vrouw? Waarmee die samen een dat is ook een artiest, Little Sims. Oh, oké. Maar die wil dan een soort van een zaak oprichten. Ja. Een keten. En ja, met dat geld kan hij heel goed die keten oprichten. Kan hij gebruiken. Ja. Sully, die wordt geript op een of andere manier, had ik het idee. Of er is een lading weggekaapt. En hij gaat... Nee, geen lading. Zijn witgewassen geld. Witgewassen, dat was het. En ja, hij gaat even uitzoeken. Via komt hij erachter dat het een Ierse maffia is. Ja. Die daarvoor al de Marokkaanse maffia al onthoofd had. Ja. Een paar spelers. Godverdomme, Mokromafia weer. Mokromafia, het is allemaal verbonden, hè? Ja, het is overal. Nou, die via een bekende komt hij erachter wie dat is. En die bekende die brengt hem naar een plek. Niet wetend dat die bekende vriend van hem... hem in de val heeft gelokt, uiteindelijk. Volgens mij was het in een paardenstal. Ja, ja, het, kijk, weet je... laatste seizoen, zonder te veel weg te geven... het gaat eigenlijk om... er is een oplossing. Mm-hmm. Uiteindelijk. Maar het is weer te laat voor een oplossing. Ja? Okay. Weet je wel? Dat. Ja, ja, ja. Dus hebben met het verdwijnen van het geld... hebben ze een creatieve manier gevonden... om er een einde aan te breien. Mm. Maar ik vind het wel lastig dat jullie... Want hebben jullie alles gekeken? Nee, hè? Jij niet? Nee, ook nee, niet. Nee. Nee. Dus ik vind het best wel lastig om bepaalde vragen te stellen. Omdat ik dan misschien heel veel ga weggeven gelijk al. Ja, maar ja. Dus ja, het is ja, nee, klopt. Bij elke stap is het net alsof ik in een mijnval loop. Ja, maar het is ook lastig omdat ik die voorseizoenen niet heb gezien. Dus sommige dingen die gedaan worden, snap ik dan niet. Ja. Snap ja. je? Ik kijk er wel naar, maar dan denk ik van waarom zo... Ja, ja. Nee, er gebeuren bepaalde dingen. We volgen verschillende tijdlijnen, ja. Verschillende verhalen. Je volgt Duchesne en Shelley. Je volgt Sully. Die is zijn eigen pad ingeslagen, omdat Duchesne ook uitstapt. Je volgt het verhaal van Jack... die heeft in vorig seizoen de zusje uit de brand geholpen. Mm. Maar die heeft dan ook weer eigen problemen. Die begint ook aan de drugs op een gegeven moment, toch? Ja, en dan volg je inderdaad het broertje van Jamie. Die weet iets. En gedurende de dingen vormt hij zich of zoiets. Ja. Tot een punt... dat hij kan afrekenen met Sully. Ja. Maar ik ga de rest niet vertellen, want dan denk ik dat ik heel veel weggeef. Ja. Dus je volgt verschillende verhalen. Mm. En er is één centraal probleem. En dat is dat geld. Mm-hmm. Want op een gegeven moment verschijnen de bags. Ja. En je zei het al. Van de een is het geld gestolen en die wil het eigenlijk stoppen. Ja. Die ziet daar een kans. Die andere ziet daar een kans. Die andere ziet ook weer een kans. Omdat die... ook wil stoppen. En de laatste die is uit op revenge. Ja. Dus en zoals ik zeg, er is aan het einde een oplossing. Maar het is voor de meesten te laat. De oplossing is te laat, laat ik het zo zeggen. Ja. Er wordt uitgesproken, maar ja, het heeft uiteindelijk niks opgeleverd. Ja. Nee, wat ik ook had gelezen, zeg maar, omdat ze op bepaalde plekken filmen. Dit gaat ook dan puur om seizoen 5. Dat... Op bepaalde plekken, dus zijn het onderwerp is dealen, drugs. Ja, dat klopt. Dat ze ook soms tijdens het opnemen, dat ze werden aangesproken door echte dealers. Hmm. Dat vertelde die speler van Duchesne, zeg maar. Ja, maar dat is best wel een groot dingetje hoor, in Noord-Londen. Ja, en dat ze dan moesten kappen van jongens, we zijn bezig met een film eigenlijk. We zijn niet echt bezig, weet je wel. Ja, die staat op camera. Ja, ja. Die zit junk. Ja. Bastard. Ja. Nee, maar dus dat... wat wilde ik zeggen? Oh ja, Barry Keoghan zien we even kort. Barry Keoghan is de laatste tijd echt heel goed bezig, zoals ik zeg. Mm. The Banshees of Inisherin vond ik hem echt goed. Daar speelde hij Dominic. Een jongen met beperking. En hij gaat Joker spelen, man. Mm. In de Matt Reeves Batman sequel. Ja, cool. Maar zoals jij zegt, dat je net een favoriete productie had. Ja. Ik heb hem
favoriet taaltje gevonden. Iers, man. Dat is ook wel zo... Dat klinkt ook zo Iers? Lekker, man. Ja, ik had laatst, ook bij Nico Omilana, die NDL-channel. Heeft hij zo'n guest a language spel of zo. En dan kwam ook zo'n Ier of zo. Je staat hier helemaal niks van, man. Ja, maar het klinkt wel zo lekker, man. Dat zeg wel. Ieren zijn... Ik heb in mijn leven 2 of 3 keer zo'n Ier ontmoet. Of zo, Ieren zijn echt fucking gezellige mensen, man. Ja. Als je een Ier ziet, ga er gewoon naast zitten. Dat komt wel goed, ja. Ik zag er eentje Oostenrijkse kieverkant. Hij was zo... I love Manchester United. Eric ten Hag zit heel de tijd zo bij mij. Ik dacht zo, we sold you Anthony for 100 mil. Hij dacht zo, fuck off, you can't have him back. Maar jullie zijn echt fucking gezellige mensen, man. Maar dit seizoen, Tomatometer, voor dit seizoen 100% scoren. En op IMDb voor dit seizoen 8,4. Overal ook 8,4. Maar dat is ziek goed eigenlijk. Ja, hè? Dat is fucking hoog. Hey, nog even een dingetje, hè, voordat we naar Conclusie Reden gaan. Ja. Op TikTok is er nu echt zo'n soort van klopjacht begonnen. Ja, niet per se een klopjacht. Op wie? Nee. iedereen is bezig met het einde van Top Boy. Maar op TikTok is er nou echt een soort van trend dat iedereen aan het uitzoeken is hoe en wat. Maar die kan ik nu niet vertellen aan jullie, want dan geef ik eigenlijk best wel veel weg. Dat is best een key element van dingen. En heel veel mensen die zijn op TikTok aan het uitzoeken wat er gebeurt. Maar mag ik vragen aan jou of er nog een seizoen komt? Nee, dit is de laatste. Dit is final season. Het is hierna gedaan. Ja. Maar denk je dat er misschien weer een andere artiest gaat opstaan en zeggen, ja, we moeten door. Ja, ik zag wel op een gegeven moment dat Future ook bij season 2 executive producer was. Dus misschien gaat hij zeggen van, jongens, ik neem het over. Ja, of Kendrick Lamar zegt, hé, wacht even. Maar kan er een spin-off komen? Top Boy ATL of zoiets? Top Boy Atlanta? Future? Mm, yeah. Dat zou kunnen, ja. Ja, nee. Maar we moeten wel even één aanbrengen, man. Ja? Wat was score zat hij? Je was aan het voorlezen, sorry. Nee, ik had al IMDb Ark en Tomatometer. Scoort goed, hè? Zeker. Bijna 100% en overal van de hele serie, alle seizoenen 97% en een audience score van 87%. Jongens, we gaan gewoon naar de conclusie en rating. Oké. Ik ga het kort houden. Wel goed. Ja. Iets negatiefs? Is er iets? Ja, te kort. Ja. Barry Keoghan kwam en verdween heel snel. Oké. Maar ja, dat heeft ook mee te maken, 6 afleveringen. Ja. Dus hoe lang wil je die jongen zien? Ja. Zoals ik zeg, er is een oplossing gevonden, creatieve oplossing, dat was wel nice. Mm-hmm. Tekort, 4 sterren. 4 sterren. Ja. Hakan, jij dan? Ik heb seizoen 1, 2 niet gezien. Mm-hmm. 3 heb ik de eerste aflevering gezien. Doe het dan puur op gewoon wat je hebt gezien. Hij is pakkend. Ja. Ik heb ook seizoen 1, 2... Heb je, ik Engelse ook je Engelse vocabulaire gaat vooruit. Ja, die gaat, mijn Engels is best goed. Dus. Ik vind het goed en ik heb seizoen 1, 2, 3, 1, 2 gedownload. Hmm. Staat er niet op Netflix? Jawel, dat besefte ik me later pas. Maar ik was dus aan het downloaden. Maar goed, ik ga die film gewoon vanaf... Ja, weet je wat? Download hem ook gewoon, jongen. Fuck Netflix. Ja. Netflix betaalt zijn mensen niet uit, joh. Ja. Maar ik ga hem dus... ik ga gewoon vanaf het begin gaan kijken. Ja. Ik vind hem echt pakkend. Ja, hij is goed, spannend. En je gaat je gewoon heel veel dingen afvragen. Want wat was die hiervoor gebeurd? Juist. Dus, hoeveel sterren geef je? 4,5. Okay. Nee, ik deel je mening eigenlijk. Ik kap er gewoon gelijk mee. En ik begin gewoon bij Summerhouse. Ja, zoals wat je inderdaad. Net zei. Ja. Want zonder Summerhouse kun je dan ook beginnen met... Kun je wel beginnen, je weet niet waar Duchesne vandaan komt. Oh, op die manier. Waarom hij in één keer in van mijn guys of zo, weet je wel? Ja. Nee, vooral daardoor wil ik het ook kijken. In het TLS. Roadman. Ik zag laatst wel zo'n TikTok, dat was echt nice. Straat op. Hij zegt zo, sir, do you know where this is? En dan vraagt hij gewoon weg, weet je wel. Hij zegt zo, hey, you calling me dumb, bruv? En dan staat zo, Roadman van Engeland, weet je wel. Zo standaard. Who you calling dumb, bruv? Zo, maar gaan ze ruzie maken. Nee, puur wat ik heb gezien, geef ik een 4. Maar ik denk dat ik misschien, als ik alles heb gezien, misschien voor de 5 ga zelfs. Ja. Maar dat voor nu een 4. 4. Dames en heren, Top Boy seizoen 3 staat nu op Netflix. Wij geven hem in ieder geval 4 sterren. Juist. Laten we door naar de snacks. De snacks. Jongens, snack van de week. Wat hoop je?
Nou, weet ik veel. Jij verrast ons altijd. Ik verras is het, altijd. Dus ik kan hopen wat ik wil. MBO, snack, frikandel, broodje, energiedrink. Oh, jee. Dat is een goeie. Ja. Ja, veel frikandel, broodje, schitter. Jongens, ik heb vier soorten bij me. Wat is dat? Dr. Sweet. Laten we aan de camera zien. Dr. Sweet. Dr. Sweet bij Dr. Sweet. Dr. Sweet. Ik heb er nog eentje van. Dat is... Maar ik kan even vanochtend de koeien gaan molken. Koeien gaan molken eerst. Dr. Sweet. Dat klinkt als een erectiestimulerend middel. Wat is dat? Ja, of niet? Nee, maar hey, hoor je dat? Hij kan echt vanochtend een boe, jongen. Hij zegt, de hek meegenomen, zegt hij. De hek meegenomen. En ik heb Dr. Sour. Yes. Dat is zeker weer zo'n zuurste snoep. Een hele zure. En ik heb nog een Dr. Sour. Ja, ga ze Gummies. Maar. Gummies. Okay. Heb ik daar ook nog eens uw zin in? We hebben Dr. Sweet en Dr. Sour in de house. Ja, Sweet and Summer House. En jullie vragen, welke wil je eerst proberen? Ik heb absoluut geen zin in zuur nu, man. Doe maar zuur dan. Doe maar zuur. Zijn ze allemaal zuur? Zuur en zoet. Ik zou zeggen, knal er maar eentje open. Zonde om alles open te knallen, één snoepje te eten als ze het toch niet lekker vinden. Doe maar die zure dan. Ja, doe maar. Omdat Mirza dat wilt. Het lijkt overigens op de clown van Simpsons. Ja, man. Krusty the Krab. Nee, weet je. Ja, Krusty of zoiets. Ja, klopt. Oh ja, tuurlijk. Hier. Nee, ik bied wel aan, Mirza. Kijk eens. Dankjewel, man. Oh, sorry. Ik heb zuurdere snoepjes gehad. Dus dit is die Mr. Sweet. Sour. Oh, okay. Dat bedoel ik. Ik heb zuurdere snoepjes gehad. Dit moet toch echt een grootste scam ooit zijn. Ja. Extreme Sour Crunch. Is echt die matten van Katja zijn nog zuur, man? Sef. Ja. man. Zure matten. Nee, ik wou eerst wat pittigs doen. Pittig? Iets extreems pittigs. Sambal. Maar, een kapsel. Een kapsel met heel veel sambal. Nee, niet kapsel, een kapsel. Komt die hier met zo'n vuur? Ja. Hij hield het pet op, dus je weet niet. Dan denk je het niet zo af. Lijkt hij op die man van Squid Game aan het einde van het seizoen. Weet je wel. Zo'n rode haar. Willen jullie deze ook nog proberen, jongens? Ik trek hem gewoon op. Wat is dat überhaupt? Een lolly of zo? Ik weet niet wat het is. Of lijkt echt op zo'n lolly met poeder. Zeg ja, dat de knetterding. Ken je dat? De knetter. Ik zie klein... En dit is sweet. Dan zie je maar dit deel al zo dingen is. Gewoon zuur is. Maar dit is zo'n afsluitbaar... zakje. Hebben jullie trouwens van het week is er een YouTuber is overleden. Aan dit soort snoep? Aan een snoepchallenge. Oei. Ja, maar die heeft dan waarschijnlijk weer... Die heeft de scherpste chips heeft gegeten. Maar niet door de chips dan. Waarschijnlijk in een hartaanval of zo. Maar dat teken voor toch, wel. Als je die dingen koopt? Dat is wel zo. Je hebt sommige Amerikaanse restaurants waar je gewoon de eerste 10 miljoen Scoville kan eten of zo. En dan teken je een contract voordat je... Ik zie je midden in mijn vooral, jongen. Of niet. Nee, maar dan eet je zo'n heetste wing ooit of zo. Oh, ja. Met 10 miljoen Scoville. En dan moet je eerst tekenen. Ja, fuck it. Ja, maar is ook wel logisch. Want dat brengt zich ook wel van gezondheidsklachten. Kan dat meebrengen. Dus dat is wel normaal. Is dat een soort van draggies of zoiets? Ik weet niet meer hoe dat heet. Oei. Zijn even pillen. Heel crunchy, ja. Ach, deze heb je ook gewoon in de snoepbak van de kruidvat, man. Welk had jij? Citroen. Je hebt lemon. Ik had die groene. Ik heb paars, blueberry. Mm. Nee, maar sorry. Onderteken je en dan als je daar ter plekke doodvalt. Je hebt ook die heart attack burger, toch? 10.000 calorieën in zo'n burger. Ja, klopt. En als je hem niet opkrijgt, word je gespankt. Ja, echt. Dan lopen van die dokters en pakken rond en dan word je gespankt. Die programma maken Jens. Oh, hier. Daar gaan ze oogjes van open, jongen. Ja, zit hij zo. Wat? Nee, maar er zijn ook echt mensen, 2-3 mensen zijn daar overleden. Ja, zeker. Echt met een heart attack. Amerika in een rare wereld, jongen. Allemaal een fucking NPC. Een mooi soort, lekker afgevoerd en de volgende is weer aan de beurt. Nou, jongens, NPC dus, paradise, jongen. Er is iemand overleden door een pittig snoepje. Dus ik heb pittig snoepje er maar uitgehaald. Nou, aan dit zou die vast niet aan gaan overlijden. Nee, denk ik niet. Tenzij die extreem diabetes is. Hij is wel zoet, man. Ja, dat wel. Mirza, deze is voor jou van na de show. Sour. Jouw van sour. Doe maar half om half. Is dat... Oké. Is zo'n zure matte wel. Hij geeft hem aan en hij trekt hem terug. Hij heeft toch wel bedacht. Ja, ik ga hem toch niet geven. Ik kreeg er denk ik ook. Maar je hebt toch die Lange Jan van vroeger?
Lange Jan. Ken je die snoepjes dan? Nee, die ken ik niet. Van die plat, van die hele lange waren dat. Ja. Ken je die niet? Nee, wat is dat dan? Zo'n zuurstok? Nee, dat is ook zo'n... gewoon dit. Alleen dan moet je gewoon kleiner zien. Nee man, ik ken die echt niet. Wat een stilte opeens. Haak aan het bedenken zich dat hij die op verkeerde sites heeft gekeken. Ik ken die wel alleen. Ik ken die alleen van... Lange Jan. Nee. dat formaat er al iets kleiner had je van Mouwam. Dat weet ik wel. Mouwam! Maar niet Lange Jan. Fruitella, Lange Jan. Jullie doen alsof ik gek ben, maar... Oh, ik ken hem niet. Ja, wij kennen hem niet. Hij komt in één keer. Ik was aan het ahoeren. Hij heeft op verkeerde sites gekeken. Wat Lange Jan. Als iemand tegen mij zegt, wil je maar Lange Jan zien? Dan denk ik aan wat anders. Dat zijn deze, man. Ja, je hebt gelijk, maar ik ken hem niet. Sorry, man. Ja. Oh, die. Ja. Maar die waren niet van Fruitella. Ja, Fruitella heeft ze nu. Maar ga eens terug. Die pakje was geen Fruitella. Pakje is wat anders. Nee, die ken ik wel, ja. Die. Loekoloek. Loekoloek. Ah, dat had al gezegd, joh. Ah, maar okay, man. We hebben gehad Equalizer 3, Top Boy. En dan gaan we nu naar de Changeling. Oh ja, we hebben gesnackt. We gaan nu naar de Changeling, man. Yeah. Dames en heren, we zijn aangekomen bij de laatste serie. Ik wilde bijna film zeggen. Maar het is wel een film-like serie. The Changeling. Ja. Gebaseerd op het boek van Victor Lavelle uit 2017. Mm. Een Apple TV-serie met een hoofdrol Lakeith Stanfield. Ja. Jongens, waar gaat de film over? Zal ik het even doen? Jullie hebben jullie eigen film. Doe ik mijn eigen film. Ja. Het is nogal vaag. Laat ik daarmee even beginnen. Je hebt de hoofdrolspeler, heb je Apollo. Gebaseerd op Apollo Creed. De hele seizoen is nog niet op Apple TV. Dus ik geef even een korte sum-up van wat ik nu heb gezien tot aflevering 3. Ja. Apollo, gebaseerd op de Apollo Creed. De ouders hielden van Apollo Creed. Dus hebben ze een kind, wilden ze Rocky noemen. Maar hij was zwart, dus hebben ze Apollo genoemd. Ja. Apollo the God. Hij ontmoet een vrouw. Wordt verliefd. Je weet het wel, maar zij gaan naar Brazilië. Ze heeft daar een heks ontmoet. Mm-hmm. En zij heeft dan een bandje om haar pols gekregen. Die mocht ze dus van de heks niet afdoen. En daarmee kreeg ze 3 wensen of zoiets. Super vaag nog. Maar als dat bandje eraf gaat, dan komen die 3 dan komen wensen, die wensen uit. Ja. Maar ik weet nog niet wat ze heeft gewenst. 1 is dat ze gelukkig werd of zoiets met de partner. Of dat ze de ware kon vinden. De 2e was iets van dat ze een baby krijgt. En de derde weet ik nog niet. Dat was vaag, hè? Die was vaag. Daar hebben we nog geen antwoord op. Klopt. Maar er gebeuren wel bepaalde dingen waarvoor je een soort van zelf kan invullen. Mm. Wat ze heeft gewenst of zo. Want op een gegeven moment verdwijnt ze. Ja. En dan begint er een soort van zoektocht. Ja, en dat is eigenlijk wat er gebeurt, man. De eerste 3 afleveringen. Wel super vaag. In het begin kreeg ik een beetje Rosemary's Babies vibes. Ja. We hebben laatst ook de pianist gehad met Roman Polanski. En die heeft Rosemary's Babies destijds. Daar had ik het ook over. Dat de vrouw een beetje voor gek werd gehouden. Door de rest. En de rest was gewoon een cult. Maar dat had ik hier ook een beetje in het begin. Want ze kreeg heel de tijd appjes met foto's van de partner. Maar elke keer wanneer ze aan iemand laat zien, verdwijnen de foto's. Maar dat is iemand die op afstand die foto's maakt. Mm. En dan later zat hij dus in een soort van AA-meeting. Dat is alcohol addiction meeting. Ik weet niet hoe die meeting van hem heet, maar het is wel zo'n kringetje. Mm-hmm. Iemand had nog hetzelfde probleem gehad. Dus echt super vaag. Ik weet het niet meer, jongens. Nee. Maar dat is wat ik voor nu heb gezien. Ja. Misschien krijgen we de antwoorden later nog een keertje van dingen van de makers. Ja. Hebben jullie gekeken? Ik heb het gekeken. Helemaal af ook? Je hebt de eerste 3 alleen, heb je? Maar... Ik heb de eerste 2 gezien, laat ik zo zeggen. Maar het is wel een soort van... er is een zinnetje, dat is me wel blijven hangen. Van er is eerst liefde. Dat is dan aflevering 1. Ja. Dan is dit. Daar gaat aflevering 2 over. En dan... Zoiets is het, toch? Er zijn wel 8 afleveringen. Dus dat zijn de wensen niet, denk ik. Ja. Want dan zou je na aflevering 3 al klaar zijn. Ja, klopt. Dat is ook zo. Maar dat de zinnetjes blijven hangen bij mij. Ik weet niet waarom. Eerst is er liefde, dan is er een kind. En dan is er nog iets of zo. Weet ik veel. Maar wat ik er zo mooi aan vond bij de eerste aflevering... hoe moet ik het zeggen? Ze gingen ook heel veel dat flashbacks van in vroeger. Van de ouders. Van de ouders. Van beide partijen. Ja. En correct me if I'm wrong, is dat color grading van camera? Dat soort die kleuren vond ik echt super vet gemaakt. Ja, ook gewoon look and feel van set decor en haar. Goed, er was echt een chille vibe, had ik het idee. En weet je, ik weet niet.
ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ik kom er gewoon gelijk op een of andere manier met de hoofdrolspelers. Spelers. Nou, had ik een soort van, ja, ik weet niet, man. Beetje warm gevoel. Dus het klinkt heel raar wat ik zeg, maar ik vind het echt een leuke serie, man. Het was voor mij een beetje emotioneel rollercoaster, wil ik niet zeggen, nee. Maar het is wel van, één keer denk je het te begrijpen of zo, en dan een andere keer wordt het dan weer vaag of zo. Ja. Maar is dat daarom, hij is ook bestempeld als mysterious thriller. Ja, dus het geeft mij ook een beetje de Servant vibes, man. Ja. Dat is echt wat Apple laatste tijd volgens mij echt doet. De Servant ook weer met een baby. Zelfde soort geluid, thriller, bla bla bla. En dan gaat het ook weer over een verpleegster of zoiets. Mm. En die zorgt dan voor een baby, maar die baby is niet van haar of zo. Yeah. En die verdwijnt dan wanneer het haar niet aanstaat. En die komt weer terug wanneer het haar weer, wanneer ze wordt toegelaten of zoiets tot het gezin. En dit gezinnetje had destijds een baby verloren, maar de baby verschijnt weer opeens, weet je wel, wanneer zij er is. Dus heel vaag verhaal. En dat heb ik hier ook weer. Ja. Maar bij Servant aan het einde van het seizoen wordt meestal wel iets van duidelijk of zo. Ja. Maar dat hebben we hier nog niet. We zitten pas op aflevering 3 en we hebben nog 5 afleveringen te gaan. En daardoor trekt het wel mijn aandacht. Van, ja. Van er gebeuren dingen en ik weet niet waarom nog steeds. Ik wil het gewoon weten. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik wil gewoon weten wat is er gebeurd met die vrouw. Of ja, dat soort dingen. Ja, maar dat is altijd, daarom is het ook mysterie. Dat trekt juist je aandacht. Ja. Je wilt weten wat er aan het einde gaat gebeuren. Zeker. Maar is deze, ik heb de serie zelf niet gezien. Is de serie wekelijks? Nieuwe aflevering? Ja, elke woensdag nieuwe aflevering. Elke woensdag nieuwe aflevering. Vrijdag aflevering. Dus niet zoals Netflix dat ze in één keer 6 afleveringen online komen. Nou, echt een goede series van Apple. Waar ze echt op kunnen teren. Ja. Die worden gewoon langzaam geserveerd. Oké. Dus, ja, maar dat is ook met Lakeith Stanfield. Ik vind Lakeith Stanfield ook sowieso misschien wel een van de beste acteurs op dit moment. Mm. Ik heb hem voor het eerst echt goed beseft tijdens Atlanta. Daar speelt hij zo'n stoner. Met een hoofdrol Childish Gambino in die series ook. Oh, er is één zo'n episode. Dat heeft echt gewoon een soort van eigen verhaal gekregen. Teddy Perkins heet hij. Teddy Perkins was het. Ja, niet volgens mij. Teddy Perkins heet die aflevering. En dan gaat hij als het ware een piano ophalen. En Teddy Perkins moet eigenlijk een soort van Michael Jackson voorstellen. Ja. Maar super vaag huis, super vage set. Maar hoe hij die hele aflevering, ja, hoe noem je dat? Speelt, acteert. Ben ik hem echt gaan waarderen, man. Hij is echt kwaliteit acteur. Ja. Kwaliteit. En ze hebben dus voor deze film, of voor deze serie, hebben ze hem dus ook gewoon gecast. Waardoor hij gewoon echt 10 punten beter wordt gewoon. Zeker, maar ik denk dat dit ook echt een grote hit gaat worden. Dat weet ik niet, ik denk man. Het wel, man. Misschien wel. Is het, nee, maar misschien is het, het is best wel complex nu al, hè? En je moet nog een heel seizoen. Dus gaan ze het nog complexer maken of gaan ze het langzaam bouwen naar een punt waarvan je kan zeggen, oh ja, nu snap ik het. Ja, maar weet je wat ik is, zie het ook wel gebeuren, dat voordat ze een nieuw seizoen gaan maken, dat ze jouw brain echt helemaal gaan opfokken. En dan, dat je dan zo op de bank zit. Zo. Ja. Seizoen 2, 1 jaar lang zit je zo. Ja, maar het kan ook zijn. Ja, bijvoorbeeld seizoen 1, dan denk ik van oké, nou snap ik het. Mm. En in seizoen 2, dan gooi je dus in één keer zo'n scène, dan denk ik van hé, wacht even. Ja, maar ik snap het helemaal niet meer. Ja, maar weet je wat ook lastig is? Zoals je net vertelde, het is gebaseerd op een boek. Ja. En zullen we het boek gaan lezen? Nee, maar kijk, het boek heb je een soort van vrijheid om alles op te schrijven en alles is gewoon zo duidelijk, meestal. Ja. En dat verhaal moet je dan in één keer in een serie inproppen. Je wilt alle elementen natuurlijk wil je erin hebben. Ja. Maar je wilt ook niet alles weggeven. Je moet ook, je moet iets creatiever omgaan met heel veel informatie. Ja, je hebt nu beeld en geluid erbij in plaats van alleen beeld. Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar het is voor nu nog echt even afwachten, man. Of ik het een hoger cijfer kan geven. Wel vind ik wel echt look and feel. Vind ik echt nice. Look and feel? Wat bedoel je? Misschien voor de luisteraars is dat leuk. Look and feel, gewoon alle de mise en scène, zoals ze dat noemen. Dat is eigenlijk alles wat je op camera ziet en hoort. Sets zijn nice. Kostuum, kleding, is allemaal nice. Ja. Maar ook gewoon de camera. Ze hebben een anamorphic lens gebruikt. Wat lens? Anamorphic lens. Je hebt spherical lens en je hebt anamorphic lens. Een spherical lens is een beetje als een oogbal, zo rond. Ja. En anamorphic, die heeft dan één blok ertussen. Ja, wel meerdere van die ronde vormen, waar je ook gewoon kan zoomen en diepte kan creëren. Maar anamorphic heeft één, als het ware, die soort van dwars ligt. Ja. Een soort van bolvorming heeft. En die zorgt er eigenlijk voor dat je veel meer diepte krijgt in de focus.
En dan heb ik het over dat je naar een pen kijkt. Ja, bijvoorbeeld hier zo. En dan de achterkant. Als je een pen zo dicht bij je oog houdt, dan wordt de pen super scherp. En dan wordt de achterkant heel vaag. Ja. Klopt. Dat is dan gewoon de diepte waar ik het over heb. Ja. Maar ook gewoon heel veel flares, man. Dus elke keer zie je zo'n grote flare door je lens. En ze hebben ook gewoon een vignette erop gezet. Waardoor je eigenlijk een hele duistere, mysterieuze wereld creëert. Ja. Rondom al het vage verhaal. Ja, ja, ja. Dat is bewust gedaan, denk ik, toch? Is bewust gedaan, maar sowieso Apple. Weet je, Apple echt de kwaliteit. Ze maken echt alleen maar kwaliteit, man. Ja. Ze maken echt alleen maar kwaliteitsseries. Ik heb weer een favoriet erbij. Nee, ja? Nee. Maar Apple heeft ook een samenwerking met A24. Hè. Dus heel veel Apple A24-dingen komen ook op Apple. Mm. Of althans, heel veel A24-films en series die worden exclusief voor Apple gemaakt. Ja. Volgens mij had je allemaal... was Sharper, volgens mij. On the Rocks was volgens mij van A24. Mm-hmm. Nog een paar. Ik moet even diep graven. Ja, natuurlijk. Maar dat is sowieso, Apple maakt wel heel vaak kwaliteitsseries. Ja, en ook gewoon heel veel sterke dingen. Dat was ook hun begin, was het ook gewoon van... Apple TV komt eraan, was het. Mm-hmm. En daarna had je gelijk van... Sea komt eraan. Van de makers van The Planet of Apes. En Jason Momoa zag je gelijk al. En dan was het de volgende serie. Van de makers van die. Met deze acteur. Yeah. The Morning Show. Met Steve Carell en Jennifer Aniston. Dus op die manier gaan ze dan te werk. En budget hoeven ze niet om te stressen. Dat zeker. Volgens mij hebben ze nog ergens in een Engelse bank hebben ze 200 miljard liggen. Yeah. Volgens mij ook... door Nederlandse banken heen gegaan om zo minder belasting te betalen. Ja. En iets via Ierland of zoiets. Dus aan geld geen gebrek. Maar qua populariteit, ja, dat is gewoon een random vraag hoor. Maar qua populariteit, waar zou je Apple kunnen plaatsen? In de zin van, Netflix is de marktleider. Ja, toch, qua populariteit. Weet je wat ik denk dat het probleem is van Apple is? Net als Apple Music of Apple TV. Ja. Ik denk dat heel veel mensen denken van, je moet Apple hebben om Apple te kunnen gebruiken of zo. Yeah. Wat het daarom niet zo heel erg populair is. Want wat ze uitbrengen is echt kwaliteit. Maar ik denk dat heel veel Android gebruikers geen Apple hebben. Wat ik ook wel snap. Het is niet super prijzig. Het is maar €5 per maand. Ik weet niet of het niet duurder is. €7 of zo misschien. Maar weet ik eigenlijk niet. €5 kan nog steeds zijn. Maar bijvoorbeeld, dan hebben wij bijvoorbeeld zo'n family pakket. En dan hebben wij music, Apple TV, Apple Arcade. Ja, zoveel iCloud storage. Dus wij hebben het, weet je wel, omdat we die dingen maar is opnemen. Het ook niet lekkere marketing in de zin van als jij een nieuw Apple product haalt, krijg je ook een dingen erbij. De eerste 6 maanden gratis, toch? 3 of 6 of zo. Ik weet niet meer precies. Ja, 3 of 6. Dat is zo. Toch lekker. Dan denk je al van en dan heb je het al en dan wil je het toch al houden. Ja. Weet je wat er bij Apple denk ik is? Het gaat niet per se om de dikke winstmarges die ze maken. Het gaat om een stukje service dat ze bieden. Ja. Ik denk dat de winstmarges voor Apple TV vrij weinig zijn. Mm-hmm. Als je kijkt naar wat voor kwaliteit eruit komt. Ze droppen 1 keer per week. Droppen ze een serie of een film dat gewoon kwaliteit is. Ja. Het kost maar €5. Weet je wel? Dus levert het op? Ja, en binnenkort ga je gewoon kijken naar Napoleon en... Napoleon van Ridley Scott en Killers of the Flower Moon van Martin Scorsese. Eerst in de bios en dan later op Apple. Ja. Maar voor maar €5 per maand, weet je wel. Ja, dat is niks vergeleken met andere streamingsdiensten. Ja, wat kost Netflix tegenwoordig? Ja, Netflix is echt overdreven, man. €16 of zo. Ik zag Disney vanmorgen trouwens voorbij komen, dat kost nou €10 in de maand. Ja, ik teer nog steeds lekker op mijn HBO Max met 50% korting aan het begin van ik ook. Ik ook. Lekker man. En ik laat hem nooit meer los. Nee, absoluut niet. Ook al kijk ik ons maanden niks erop. Ja. Ja. Ik denk wel dat het op een gegeven moment wordt in Nederland ook Max. En dan komt de Discovery erbij. En dan denk ik dat ze dan gewoon al die contracten openbreken. En zeggen van, jongens, nieuwe contracten. Nu met dingen was het €8. Of alleen Warner Bros. Was het €8. En nu komt Discovery erbij. Wordt het €16 per maand. Maar alle kortingen zijn verlopen. Ik denk dat dat zoiets gaat gebeuren. Misschien is ook dat de reden dat ze nu die korting smijten. Want als je zo kijkt, weet je hoeveel geld je verliest? Als iedereen een abonnement heeft, dan verlies je gewoon gelijk 50% van je inkomsten. Als iedereen aan het begin een abonnement had afgesloten. Hoe lang was die actie geldig? Was een maand of zoiets, maar het is levenslang geldig zolang je abonnement niet opzegt. Ja, dat klopt. Dus als ze straks zeggen van we zijn nu Max, dat contract geldt voor HBO Max en niet van Max. Dus je moet wel betalen. Ja. Jongens, even een technisch dingetje. Had ik al met die lens. Maar ik heb ook even gekeken naar directors. Directors Melina Matsoukas voor aflevering 1. En deel 2 en 3 was geregisseerd door Jonathan van Tulleken.
Oh, dat klinkt als... Ja, dat had ik dus ook. Dat ja, in Nederlands. Ja, ja. Maar weet je wat het is? Ik ga geen uitspraken doen net als Van Nistelrooy. Van Nistelrooy zeg ik. Van Hooijdonk. Ja, ja. Nee, maar het klinkt Nederlands. Maar ik had even gekeken. Hij is geboren in Engeland. Maar voor de rest kan ik zijn nationaliteit niet vinden. Het klinkt wel Nederlands. Maar hij heeft dus ook Top Boy Season 2 gemaakt. Oh, nou, leuk. Leuk bruggetje. Ja, jongens. Zoals ik zei, ik vond hem een beetje vaag. Maar ik denk dat meerdere mensen dat hebben. Want hij scoort op IMDb een 6.2. Rotten Tomatoes. Tomatometer 68%. En audience score op Rotten Tomatoes 37%. Mm. Dus ja, het is echt even afwachten, man. Wat het einde gaat brengen. Ja. Het is voor nu echt vaag, maar wel mooi. Zeker. Ik ben gewoon echt benieuwd naar wat nog gaat komen. Dat is een soort van drive die erachter zit bij mij dan. Ja. Van ik wil weten wat er is. En het verhaal best wel... trekt me wel, heb ik het idee. Ja. Ik hou zelf ook van mysterie. En kan ik een 3,5 geven? Ja. Nee, ja, dat mag niet. Nee, ja, 3,5. Ik ga wel voor 3,5. Ik heb ook al gezegd wat ik van vond. Ik zeg ook 3,5. Man. Ja. Het kan nog hoger worden. Precies, want we hebben nog niet alles gezien. Is het nut om aan jou wat te vragen? Ik heb hem niet gezien. Wat vond je van de album? Wat vond je van de filmcover, laat ik het zo zeggen? Wat vond je van de trailer? Mag ik hem beoordelen op jullie verhaal? Ja, weet je, ik kan... Ja, doe maar, zeg maar iets. Zeg maar iets. Cover ja. van Mysterie en... Geef het een 5. Ik geef het een... Ga gewoon met ons mee. Als cool ik ga met jullie mee. Ik geef het ook een 3,5. Wat meer ze zegt, klopt helemaal. Ja. Nee, maar ik denk dat echt... omdat je hem niet hebt gekeken. Ik denk dat we echt gaan uitgaan van wat wij hebben gezegd. 3,5 sterren. En daarmee hebben we alle films besproken, jongens. Ja. Yes. Laten we door. Jongens, top of flop. Voor volgende week hebben we weer 3 nieuwe films. Voor volgende week, over 2 weken, hebben we weer 3 nieuwe films die we gaan bespreken. Ik wil van jullie horen, top or flop. En niks anders. We beginnen met film 1. Hakan, A Haunting in Venice. Top. Top. Ik denk... ik hang ertussen. ja. Zou ik controversieel doen? Ja, doe maar, flop. Ja, ik doe flop. Ja. Ik zal het straks even toelichten misschien. Hakan, film 2. De vuurlinie. Top. Mag ik... ik hoop top, maar waarschijnlijk flop. Nou, flop? Ja, ik hoop top. Ik, ja. denk ook flop, man. Ja, maar... Ten slotte, film of serie 3. The Continental. Flop. Flop. Ja. Ik denk hier wel top. Ja, dat is lekker. Ja. Ja. Laten we nu even bespreken. Film 1, A Haunting in Venice. Waarom denken jullie top, jongens? Ja, zoals ik al zei, het is ook een beetje mysterieachtig iets. Ik denk dat het misschien te veel gepusht is. Waardoor ik een beetje denk jongens. Zou je denken, misschien gaat het een flop worden. Ja. Want het heeft niet zoveel achterliggend iets, weet je wel. Het is gewoon een murder mystery in Venice, weet je wel. Dat had gewoon Glass Onion Venice kunnen zijn. Ja, maar dat kan soms verrassend uitpakken, denk ik. Hoop ik tenminste, weet je wat? Je moet, als je zo'n, weet ik van, Avatar pusht, snap ik het. Weet je wel? Avatar 2 komt eraan, jongens. Jongens 1 was zo'n succes. Ja. Jongens, Avatar 8 komt uit, maar Avatar 7 was, dat snap ik het. Equalizer 3 komt uit, omdat 2 een succes wordt, snap ik het. Maar Haunting in Venice is niet eerder gemaakt. En nu pushen ze het, alsof het al een supertitel is. Ja. Dus ik denk van, dit is gewoon een beetje cover my ass, weet je wel? Ja, oké. Okay. Het gaat hem misschien floppen en dan pushen we hem zo, dat iedereen denkt van, dat het een geweldig film is. Ja. Maar het is gewoon een murder mystery. Maar ik denk... Ik geef het een voordeel van de twijfel, laat ik zo zeggen. Als hij net als Glass Onion of die andere, de eerste deel van Glass Onion wordt gemaakt, dan kan het een top zijn. De vuurlinie, jongens. Jij zei top? Ja, oorlogfilm. Ik vind dat wel goed altijd. Ik denk niet per se dat het puur oorlogsfilm is, toch? Ja. Jij dan, Mirza? Nederlandse films, ik hoop altijd dat ze gewoon echt supergoed zijn. Dat we een keer trots kunnen zijn op een Nederlandse film, weet je wel. Want wij zijn, weet je, we houden van films. Ja, dus... maar dit is wel een Nederlandse film dat niet internationaal gaat. Dus ik denk niet dat je te veel hebt met trots worden. Dit is gewoon, ga je naar Amerika? America Crown, who the fuck is my crown? Nee, klopt. Ik zeg ook niet dat het internationaal moet gaan. Maar gewoon voor de Nederlandse publiek, doelgroep, critici. Ja. En ik hoop gewoon dat het echt is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, toch? Ja. Van Marco Kroon, ja. Ik hoop dat dit echt een goede film... Marco B. Marco B. Maar uiteindelijk zal het toch wel een flop worden. Ja, ik denk het. Dat denk ik dus ook. Wat wil je nog meer vertellen over een man die eigenlijk een no-no was? Ja.
Niemand kende hem totdat de gebeurtenissen gebeurden. Ja. Jongens, top of flop? Jullie zeiden flop tegen The Continental. Ja. The Continental, dat is toch de... De John Wick spin-off. John Wick spin-off. Ja, ik heb het idee... Een beetje uitmelken. Wordt dat niet gepusht? Het is wel een begin van een nieuw franchise. Ja. Het is maar 3 afleveringen. Dus ik denk, die 3 afleveringen, dat wordt gewoon echt vol... Moord en hakken en zagen En kwaliteit. Heel veel mensen, als je zegt John Wick 4 is uit, nog één. John Wick 4 was wel nice. Klopt. Maar heel veel mensen zeggen, is dat nog steeds niet afgelopen? En nou krijg je er ook nog zo'n serie over. Ja, maar die 3 serie is wel iemand anders dan John Wick. Weet je wel? Dat is wel dezelfde wereld, maar het is gewoon 3 afleveringen. Ik denk dat ze 3 afleveringen, wel kut voor de acteurs nog steeds, weet je wel, met die stakingen en bla bla. Maar 3 afleveringen, ik denk dat 3 afleveringen vol gewoon moord, crime... John Wick bijvoorbeeld, die elke John Wick zie je weer gewoon hoe hij mensen killt, maar gewoon zichzelf steeds weer overklast in het murderen van mensen. Beetje John Wick stijl verder gaan. Maar ik denk hier gaat dat gewoon. Maar wie gaan ze volgen? Verschillende mensen die te gast zijn bij de Continental. Continental is sowieso een killer hotel. Hè? Ja, dus het is allemaal Hitman's Fire. En dan... Het is een beetje de gekkere versie van Life of Zack en Cody. Heel extreme versie. Nee jongens, daarmee hebben we alle topper flops gehad. Daar zijn de meningen over verdeeld. We gaan over 2 weken gaan we kijken hoe dat afloopt. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Vergeet niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Geef ons een like. Geef ons een review. Plaats een comment. Abonneer. Heb ik dat al gezegd? Dat zei ik al. Ja. Deel je podcast met... Zet de belletje aan. Deel de podcast met je vrienden. Ja. Vrienden, kennis, oma en opa, iedereen. Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram, TikTok, Facebook. Op Instagram en TikTok heten we @thevideocorner. Op TikTok hebben we exclusief content wat we op de andere platform niet hebben. Dus volg ons ook zeker op TikTok. Op Facebook heten we The Video Corner. Daarop zijn we ook te vinden als je voor het uitgaat naar Facebook. Waar het over had, de Neon kijktips. Dit weekend, volgend weekend, zaterdag. Zeg ik nog goed? Ja, zaterdag is hij te vinden op onze Instagram, TikTok of op Facebook. Ja. Volgens mij heb ik alles zo gehad. Oh ja, en volgende week maandag om 8:00 staat er weer een nieuwe VHS-episode voor jullie online. Maar eerst mogen jullie vrijdag stemmen via Instagram wederom. Op welke film dat gaat worden. En deze week hebben we voor jullie The Way of the Dragon. Die hadden we natuurlijk al. You've Got Mail van Tom Hanks. Die hadden we natuurlijk ook al. Maar er is een nieuwe film aan toegevoegd. Face Off 3. Dus bereid je voor alvast op vrijdag om te stemmen. Denk alvast goed na. En die week daarop om 8:00 maandag staat die op YouTube, Spotify of Apple Podcast. Yes. Jongens, bedankt voor het luisteren. Jij ook bedankt. Haken, bedankt voor je aanwezigheid. Luisteraars, bedankt voor kijken/luisteren. Het einde was een beetje ingewikkeld, maar... Jullie snappen het vast wel. Komt wel goed. Anders speel je hem af op 0.5 speed. Die opties hebben we tegenwoordig. Nou ja, tot de volgende keer. Tot volgende week. Joejoe. Yo. Hasta la vista. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl